Sam, vertel, was het een off day vandaag? Wat was het precies? Dat lijkt me wel duidelijk. Ja, hoe kan het? Het was een behoorlijke off day en de trainer gaf eigenlijk wel aan dat het een beetje vergelijkbaar met Dundee was. Maar eigenlijk was het vandaag misschien nog wel iets meer ondermaat, zeg maar. De baltempo was te laag en weet je, dan krijg je nog wel wat mogelijkheden, ondanks dat je echt niet goed speelt. Nou, dan moet je eigenlijk die kansjes benutten. Maar ja, als je dan ook niet zo goed speelt, dan mag je eigenlijk ook geen tegengoal krijgen. Nee. En dan krijg je hem, ja, dan zie je maar weer uit de standaard situatie. Want zij krijgen ook niet veel kansen, maar dan zie je maar weer hoe belangrijk dat kan zijn. Ja, want tot de 30e minuut zijn ze amper in de buurt geweest van het doel, hè? Exact. En ik denk verder voor de rest van de wedstrijd ook niet heel veel echt kansen of zo. Ja, weet je, op het laatste moment die ruimte is heel groot, maar zelfs dan niet echt. Maar ja, wat ik zeg, dan zie je dat één momentje van scherpte, dat er dan niet is. En ja, dan, als je dan zo speelt vandaag, zo laag baltempo, dan ga je deze wedstrijd niet meer kunnen omdraaien. Ja, dat wat je vertelt, hè, dat spelmoment waar die goal uitvalt, dat is dan defensief. Als je kijkt in offensief aspect, hoe voel je dat dan gaan vandaag? Ja, ondermaats ook. Het was eigenlijk allemaal ondermaats. Eerst zelf denk ik dat je toch nog best wel een paar mogelijkheden, een van de lijn volgens mij nog, dat je wat prikmomentjes hebt met hoog druk zetten. Ja, wat ik zei, dan moet je eigenlijk daar eentje van zien te prikken. En de tweede helft heb je eigenlijk ook nog minder gecreëerd, denk ik. Dat is ook weer stof om na te denken en om te analyseren. Want we moeten gewoon zo'n tegenstander die dan zo op een gegeven moment gaat ingraven, we moeten de bal veel sneller laten gaan. En dat was de lage tempo vandaag. Ja. Kan je de vinger opleggen waarom je dan bijvoorbeeld tegen Utrecht was een wereldpartij? Of nou ja, wereldpartij was gewoon een hele goede partij van ons. Dat het vandaag dan niet gaat? Is lastig te zeggen, denk ik. Ik denk dat wij echt wel met z'n allen de intenties hebben om elke wedstrijd weer met hetzelfde niveau in te gaan, zeg maar. En met dezelfde energie. Alleen, dat is moeilijk, denk ik, om daar de vinger op de zere plek te leggen. Ik denk toch dat je elkaar moet blijven oppeppen en toch die baltempo hoog moet blijven willen laten gaan. Maar dat was vandaag niet het geval. Nee, zijn er dingen die je zelf dan kwalijk neemt dan deze 90 minuten? Ja, ook zeker. Ik denk ook dat ik in mijn coaching, wat met name voor mij ook een belangrijk iets is, denk ik, dat ik daar ook gewoon nog meer kan toevoegen en de jongens blijven oppeppen. Ja. En ik merkte eerlijk gezegd op een gegeven moment ook wel zelf dat bij mij, daar ging ik ook een paar keer naar de klok kijken en dat het vertrouwen steeds meer weg zinkte, zeg maar. En dat je tegen de tijd gaat spelen en dat is vaak nooit zo'n goed teken. Nee, we gaan ons dan wel nu focussen natuurlijk op een hele belangrijke wedstrijd zondag tegen Feyenoord. Mm-hmm. Hoe ga je die nu in met deze partij in het achterhoofd? Ik denk eerlijk gezegd dat het misschien wel even goed is. En hoe raar het ook klinkt dat je nu even tegen een klappie aanloopt. Ja. Want we deden het zo goed allemaal, het is allemaal zo hosanna. Maar nu weten we wel weer even hoe het is om te verliezen en staan we met beide benen op de grond. En misschien dat het juist wel een goed moment is vlak voor Feyenoord. Want één ding is zeker, moet heel anders zondag. Ja, je bedoelt dat wat hier op de mat gelegd is, dat je dat zondag niet erop legt. Ja. Een stukje realisme eigenlijk. Ja, zeker weten. Hoe kijk je verder naar de krachtsverhouding op dit moment tussen ons en Feyenoord? Ik denk dat beide ploegen moeilijk te verslaan zijn. En zij hebben het ook aardig op de rit, veel nieuwe spelers. Maar ik denk dat het een mooie clash gaat worden. Ik heb, ondanks dat deze nog wel heel zuur is, heb ik er natuurlijk heel veel zin in. En het team ook, dat weet ik zeker. Morgen nog even rouwen, nu 24 uur en dan gaat de focus weer op zondag waarin we moeten vlammen. Ja. Kan je tot slot vertellen wat dan het proces is voor de komende dagen richting die topper? Nou, morgen vliegen we natuurlijk terug en dan komen we nog bij elkaar. En ik denk dat we zaterdag nog misschien heel even kort terugblikken, maar met name even vooruitblikken op zondag. Het is een hele belangrijke pot voor ons. En wat ik zei, we moeten veel meer gaan brengen dan vandaag.